De Surinaamse Pride Month werd zaterdag feestelijk afgesloten met een wandelloop. Deze loop, die ging door de binnenstad, wordt jaarlijks gehouden en moet bewustwording creëren en acceptatie op gang brengen. Arantxa Swedo maakte voor u het volgende verslag. De ministers Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking hebben ook geparticipeerd aan deze loop. Leevens, zowel Ramdien, waren het met elkaar eens dat elke burger gelijkwaardig moet worden behandeld, ongeacht hun seksuele geaardheid. We zijn Surinamers, allemaal. Dus het maakt niet uit hoe je voelt, hoe je bent, waar je komt. We zijn allemaal Surinamers. En ten tweede, we leven in een land met zoveel diversiteit. Dus ook deze diversiteit mogen we ondersteunen. En Suriname is enorm tolerant. Als Surinamers accepteren we elkaar heel mooi. Op al die hoogtijdagen, we genieten van ons cultuur en alle uitingen, voedsel en zo. Dus voor mij is dit eigenlijk gewoon, omdat we als Surinamers elkaar moeten ondersteunen. Deze organisatie verdient wat steun, zoals anderen dat hebben gehad in het verleden, de vrouwen. Maar ik ben hier gewoon om te ondersteunen, iets dat eigenlijk geen probleem zou moeten zijn. Alle mensen in Suriname tellen mee. Alle kinderen in mijn school tellen mee. Ik wil niet dat de kinderen in mijn school die anders zijn, worden gediscrimineerd. Dat accepteer ik niet. En ik denk dat de diversiteit waarin we zitten, ons land is zo divers en dat moeten we respecteren. Aan ieder werd in de gelegenheid gesteld mee te doen aan de wandelloop. Volgens Joey Lansdorf, bestuurslid van het LGBT-platform, is de acceptatie zeer belangrijk. Het is belangrijk dat we de mensen laten zien dat we hier zijn. We strijden voor gelijkheid, voor gelijkwaardigheid. Dus vandaar is deze prijs ook heel belangrijk is. Acceptatie is heel belangrijk. Accepteer je mensen, het voorkomt heel wat narigheid. En de wereld zal een veel betere plek zijn. Ongeveer 1500 personen hebben deelgenomen aan de wandelloop.